zeggen, ik ben nog wel even bezig zo, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Er gaat nog wel een paar dagen overheen zo. Nog niet alle 10.000 kaartjes zijn vervangen, maar wel moeten klanten al de nieuwe prijs betalen. Zo moeten mensen vanaf nu 84 cent betalen voor dit pakje thee in plaats van 82 cent. En ook de groenten zijn duurder, 8 cent om precies te zijn. Bepaal jij die prijzen zelf als ondernemer? Nee, wij krijgen dat vanuit Coop doorgestuurd. Die prijzen zijn dan aangepast. En dan moeten wij die uitprinten. Dan krijg je op een A4'tje zeg maar al die kleine prijsjes. En die moeten wij scheuren. En dan moet bij ieder product echt ieder prijsje uitgewisseld worden. Dus je kan niet zelf als ondernemer even een paar centen bovenop doen? Dat zou ik theoretisch kunnen doen. Uiteindelijk kunnen wij de prijs wel zelf aanpassen. Maar ja, dat ga ik bij 10.000 producten echt niet doen. Merkt u nou ook dat die prijzen hoger zijn? Ik heb er geen idee van hoe hoog het allemaal wordt. Ik heb... Nee. Het is niet echt heel veel merkbaar omhoog gegaan. Ja, in de kassa merk ik dat niet echt direct. Ik kijk er niet zo erg naar, maar dan moet ik het bonnetje hebben. Maar, Ja, als je zoveel werk eraan hebt, ben je dan hier blij mee als ondernemer? Nou, eigenlijk niet als je dat zo ziet. Nee, het is natuurlijk iets wat moet en daar hebben wij geen keuze in. En het zijn maar 3% gelukkig, dus het verschil zullen wij qua prijzen niet heel erg merken. Ja. Nou, dat is weer redelijk compleet. Nou, nu de rest van de winkel nog. Ja, we gaan ons best doen.